De accijns op alcoholhoudende dranken gaat verder omhoog. Vooral voor lokale brouwerijen is dit slecht nieuws. Het kabinet wil dat de accijns op alcoholhoudende dranken met 16% omhoog gaat. Dat staat in de plannen die bekend werden gemaakt tijdens Prinsjesdag. De voorgenomen verhoging is vooral bedoeld om meer inkomsten te genereren voor het bestrijden van armoede in Nederland. Lokale brouwers zijn niet blij met de plannen die vooral weer extra kosten met zich meeneemt. Ik ben van brouwerij Nevel, we zitten in Nijmegen. We maken in totaal 25.000 liter bier per jaar. Heel veel verschillende soorten, maar we focussen ons op wildvergiste bieren. We zijn een vrij kleine brouwerij. Ik ben de enige werknemer en verder werk ik met vrijwilligers. Inflatiekosten en verhoogde energiekosten hadden al meer van ze gevraagd. En dan zou deze maatregel, die weer extra kosten betekent, er dus nog bij kunnen komen. Als deze maatregel ingaat, zullen veel kleine en lokale brouwerijen te maken hebben met kostenverhogingen. En dat betekent grotere kans dat een biertje meer gaat kosten dan dat je gewend bent. Het gaat duurder worden. Wat ik van plan ben is mijn prijzen verhogen, omdat ik niet de ruimte heb om het vanuit de marge op te vangen. Dus ik zal mijn prijzen moeten gaan verhogen. Brouwers hebben er zelf een mening over. Het is kort gezegd niet heel positief en ze staan er nou eenmaal niet van te springen. Ook is er enige kritiek. Ik vind het niet redelijk hoe ze het gaan verdelen. Dus in de basis ben ik het eens met accijns. Ik denk dat alcohol niet gezond is en dat je dat niet moet stimuleren als overheid. Dus in de basis ben ik het wel eens met accijns. Maar de manier waarop de regel nu veranderd gaat worden, zal voornamelijk een voordeel hebben voor de grote brouwerijen. En de kleine brouwerijen worden sterker benadeeld en zullen meer gaan betalen dan de grote brouwerijen. En als het juist gaat over alcoholconsumptie, als je het hebt over alcoholisme en dat soort zaken, die kopen voornamelijk het bier, het goedkopere bier van de grote brouwerijen. En alcoholisme speelt minder een rol bij het wat duurdere bier van als het gaat om speciaal bieren van kleinere brouwerijen. Dus het is, ze hebben niet, denk ik, niet heel goed rekening gehouden met dat aspect. Ik vind ook niet zozeer heel erg dat er een verhoging van de accijns is. Ik vind het voornamelijk belangrijk dat ze goed nadenken over wat de verdeling is van hoe ze die accijnsverhoging verdelen ten opzichte van het formaat van het bedrijf. Nijmegen krijgt voorlopig geen centrale vuurwerkshow. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar geldt er in Nijmegen een verbod op het afsteken van vuurwerk. Als alternatief voor de jaarwisseling zou de gemeente een centrale vuurwerkshow overwegen. Burgemeester Bruls laat nu weten dat hij niet tegen zijn show is, maar dat het nu te kort dag is om dat nog allemaal goed te regelen voor de komend jaarwisseling. Daarnaast moet er ook inzet van hulpdiensten hierop worden aangepast, terwijl zij al evengoed het erg druk hebben tijdens oud en nieuw. Op verzoek van de Rijksoverheid om opnieuw extra opvangmogelijkheden te realiseren voor vluchtelingen, wordt in Maasbommel een pand aan de Raadhuisdijk klaargemaakt als opvanglocatie. De gemeente West-Maas en Waal is door de eigenaar van het pand benaderd. Deze eigenaar verzorgt momenteel al de opvang in Alforst en ook de catering van het Veerhuis in Wamel. In het pand aan de Raadhuisdijk is plaats voor 30 vluchtelingen. Wanneer deze bewoners komen en hoe lang ze kunnen blijven, is niet bekend. De crisisopvang op de Winkelsteeg in Nijmegen blijft langer open, tot uiterlijk 1 maart 2024. Langer kan de gemeente niet wachten vanwege de woningen die daar dringend nodig zijn. Half april kwamen er ruim 1100 tijdelijke opvangplekken op het sportpark Winkelsteeg om verlichting te bieden aan de noodsituatie bij aanmeldingscentrum in Ter Apel. De afspraak was dat de opvang tot 1 november zou open blijven. Daarna wil de gemeente aan de slag met de voorbereidingen voor huizenbouw. Maar op 14 september vroeg het COA aan Nijmegen om de noodopvang ook na 1 november nog open te laten. Deze woensdag is het weer Dierendag. De uitgelezen dag om je huisdier weer eens extra in het zonnetje te zetten. Maar doen we hier eigenlijk nog wel iets aan? En wat merken de dierenwinkels daar eigenlijk van? Om dat uit te zoeken gaan we langs bij onze RN7-collega Peter Nillissen, die naast presentator op de radio ook een eigen dierenwinkel heeft. Ik wil een kip en een paard en een koe. Een kip en een paard en een koe.
Als je 10 jaar terugkijkt, toen de economie er goed draaide, zeg maar, draaiden we 3 keer de omzet van een normale dinsdag, bijvoorbeeld op een dierendag. En nu is dat ongeveer het dubbele, denk ik. Maar goed, we staan nog bij stil. Als je rondom in de winkel kijkt, zie je allemaal aanbiedingen. Mensen komen echt daar wel op af. Natuurlijk is Dierendag het moment om je huisdier eens iets speciaals te geven. Een speciale dingetjes, die heeft Peter wel. Nou ja, speciale dingetjes. Ik heb hier bijvoorbeeld een hertenpoot. Dat kennen mensen niet. Dat is 1 plus 1 vandaag. Dus mensen denken, hé, ik koop een lekkere hertenpoot erbij. Wat we ook hebben, is natuurlijk heel mooi, is een lamspoot. Ook dat kennen mensen niet, maar is ontzettend lekker. En die is vandaag ook 1 plus 1. Dus vandaar dat mensen erop afkomen natuurlijk. Kijk eens wat ik hier heb. Een heel mooi taartje. Echt voor de hond. We hebben heel veel dingen juist voor de hond, want dat is natuurlijk de grootste klanditie. Maar een taartje gaat er eigenlijk altijd in. Ik zou bijna tegen jullie willen zeggen, willen jullie een stukje? Maar ik denk het niet, hè? Maar dat is een hype. Dierendag wordt veel verkocht. En als je je afvraagt, wat hebben hier aan de hand? Dat is natuurlijk helemaal geweldig, want dat is ons nieuwe huisdier. Het heeft nog geen naam, dus mensen denken van, hé, we mogen dat beestje een naam geven. Het is een nieuwe chameleon. Het is nou een maandje of 3 oud, denk ik. En dat is ons nieuwe huisdiertje. En ook. Die verkopen we niet. Nee, want die is van onszelf. Dat is mijn vriendinnetje hier voor in de winkel. Een huisdier is leuk, maar over de aanschaf ervan moet je wel altijd goed nadenken. Nou, ik denk, voordat je aan een huisdier begint, moet je eerst kunnen kijken, zeker in deze moeilijke tijd, of je het wel kunt betalen. Want mensen schaffen heel vaak een huisdier aan, een hond of een kat, maar hebben de financiën niet. Dat komt heel vaak voor. Je merkt ook echt als het de 20e van de maand is, dat de mensen de eerste week geld hebben om voedsel te kopen voor de dieren. En de rest van de 3 weken zie je ze niet terug in de winkel, want dan hebben ze geen geld voor om spulletjes te kopen. Dat gebeurt heel veel. Dus het belangrijkste is, zorg goed voor je dieren, maar begin pas aan huisdieren als je voldoende geld hebt. Ja, dan kijken we weer even naar de sociale media. Het Radboud UMC meldt dat de renovatie aan het helidek inmiddels is afgerond. In de maand september moest hun traumahelikopter vanwege die werkzaamheden landen op het grasveld naast het hoofdgebouw. Op het helidek wordt zo'n 300 keer per jaar geland met een helikopter. Vaak is dat met een patiënt erin, maar ook regelmatig om een arts snel naar het ziekenhuis te krijgen. De Stevensloop meldt op Facebook dat de inschrijvingen voor de Stevensloop en de Stevensstadcross van 2024 inmiddels is geopend. De Stadcross vindt zaterdagavond 16 maart plaats en de Stevensloop zelf op de zondagmiddag erna. De Stevensloop heeft een parcours van 15 en 21,1 kilometer. De routes van de laatste twee zijn vanaf komende editie veranderd. In plaats van Nijmegen-West loopt die route vanaf nu door de Ooypolder. En de gemeente Overbetuwe deelt via Facebook een video die RN7 vorig jaar maakte tijdens de Drive Experience. Aanstaande zondag vindt deze slipcursus namelijk weer plaats. Dit is een gratis praktijkdag om je rijvaardigheid te testen en te verbeteren. Jonge automobilisten tot 35 jaar kunnen zich nog aanmelden. De dag duurt van 9 tot 4 en is inclusief een lunch. Het was vandaag een sombere herfstdag met veel bewolking en regelmatig ook een bui. Gelukkig klaart het vanavond op en gaan we morgen een betere dag tegemoet. Er is woensdag veel ruimte voor de zon, afwisselend wel met wat stapelwolken. Lokaal is een bui niet uitgesloten, maar het lijkt gewoon in grote lijnen droog te blijven. En de temperatuur komt morgen uit op zo'n 18 graden. Dagen erna wordt het langzaam steeds iets beter. Donderdag verloopt nog hetzelfde als de woensdag, maar vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden, waardoor de warme lucht onze kant op komt. De temperaturen zullen daarom weer wat gaan stijgen, met een piek van zo'n 25 graden op zondag. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 3 oktober. Het laatste nieuws uit de regio vind je op onze website rn7.nl en natuurlijk in onze gratis app. En morgen zijn we weer bij je terug. Graag tot dan!